is Kevin en ik ben technisch consultant bij Gisal. Vandaag laat ik je zien hoe je bloemen het beste kunt aansnijden, zodat je langer kunt genieten van je boeket. Ten eerste is het heel belangrijk dat de schaar of het mes dat je gebruikt scherp en schoon is. Gebruik je vies gereedschap, dan heeft dit negatieve invloed op de levensduur van je bloemen. Schoonmaken van je gereedschap is erg belangrijk. Hiermee voorkom je infectie en verleng je het vaasleven van je bloemen aanzienlijk. Ten tweede wil je ongeveer 2 tot 5 cm van de steel afsnijden. Doe dit in een hoek van 45 graden voor het beste resultaat. Sommige mensen denken dat het beter is om de bloemen zo schuin mogelijk aan te snijden. Een populaire misvatting waardoor je bloemen juist eerder zullen verwelken. Sommige bloemen, zoals de narcis, hebben een speciale behandeling nodig bij het aansnijden. Zo scheidt de narcis bij het aansnijden een giftig slijm af dat andere bloemen kan beschadigen. Om je gereedschap schoon te houden is het daarom verstandig om de narcis als laatste aan te snijden. Nu weet je hoe je je bloemen het beste kunt aansnijden. Wil je meer informatie over de verzorging van bloemen? Volg ons dan op Twitter of YouTube of kijk op onze website. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Thank you.